werkt toch wel hoor, volgens mij. En dan de vraag erboven. Voor mensen die serieus een hond willen, weet je, wel goed over nagedacht hebben. Maar kijk dan eens tussen deze pups in de plaats van expres gefokte nestjes. Hè? Ja. Deze hondjes zijn allemaal gedumpt. Precies. Nou, dit is een... Wil je laten filmen? Ja. Mannetje. Een reutje. Heel lief, mooi poppetje. Ach, kijk nou. Zo'n leuke verhouding is die. Het is een soort van alles erop, maar het is nog een mini-hondje. Ja, precies. Ja. Het is een echte hond. Hij is echt leuk. En hij zit hier best wel tussen de grotere pups al. Echt stoer ventje, ben je. Maar ja, hij is heel klein nog. Anderen zouden nog op de kleuterschool zitten. Ja. En moet jij al naar de basis? No. Dat is toch ook wat. Dat is toch ook wat. En hij ruikt nog verschrikkelijk naar pupje. Ah, ook, ik heb je oorbel. Je oorbel, hoor. Straks moeten we morgen terugkomen. Die zijn pupproef. De pupjes van de pakjes. Moet hij apart in een hokje voordat hij gepoept heeft. Dus moet ik al die dwalletjes naast. Ja, precies, ja. Puppenpap. Nou, hoe leuk wil je ze hebben? Ja, dit is echt schat. Volgens mij heeft hij ook al helemaal haar op zijn buikje, of niet? Nee hoor, dat is gewoon een vrouw. Ja, een beetje wel. Ja, het is echt een man. Niet een kale buik, nee. Echt een mannenbuik. Volgens de laatste mode zou ik best wat minder mogen. Ah. Onze okseltjes. God, het is echt te schattig. Even foto.